I got you stuck off the realness. Yeah. Ik ben Zets en ik kom uit de graffiti. En mijn graffiti, dat is de ontwikkeling van een letter, de ontwikkeling van een stijl, de ontwikkeling van een idee. Ik heb een tijd geleden de overstap gemaakt van puur graffiti en op straat schrijven naar iets leren op de kunstacademie. En dat was op dat moment was dat hier in Nederland nog niet echt dan. Wie en wat mij misschien heeft geïnspireerd, ik kan dan namen noemen en daar moet je iets bij voor kunnen stellen, dat moet je opzoeken. Dat is bijvoorbeeld Vulcan of Remmelzy. Misschien Bleed een beetje, omdat die dingen aan het maken waren, dat die graffiti op een manier aan het onderzoeken waren, of misschien wel heel spontaan daarmee bezig waren, die afweek van de mainstream. Maar ik ben ook geïnspireerd door de moderniteit of door kunstenaars aan het begin van de vorige eeuw. Zeg maar futurisme, vooruitgang, brutalisme, vierkant, Mondriaan, abstract, de stijl, alles recht toe, recht aan. En dat vind ik fantastisch. Ik wil heel graag een soort communistische kunst maken ook. Een kunst die voor iedereen is, wat voor mensen toegankelijk is, dat je op straat loopt en dat je kan verdwijnen in een werk. Dat je een muurschildering ziet. En dat je het moment dat het je pakt, dat je die muurschildering ingaat en even van de straat af bent. En je hoeft het niet mooi te vinden. Misschien is mijn shit wel gewoon lelijk. Ik vind het mooi. Er is een drijf om iets geometrisch te maken. Om daar ruimte mee te creëren. Dat vind ik gaaf. Berekeningen. Geometrie in het dagelijks leven. En ik vind dat interessant. Ik vind dat mooi. Dat is van ons mensen. Ons mensen. Ja, nee, tuurlijk. We kunnen ook naar natuur tekenen. En natuurlijk zijn dingen rond. En organisch. Wij zijn zelf organisch. Maar wat we met onze hersens kunnen doen, dat is van het organische naar dat abstracte niveau gaan. En dat vind ik mooi. Dat intrigeert mij. Ik denk dat ik diep in mijn hart eigenlijk een punker ben. Dat ik gewoon tegen de establishment, over het randje, geen bullshit van anderen. Ik wil gewoon een beetje averecht zijn, dat zit in me. En ik ben een hele lieve jongen, weet je. Ik ben echt, er is niks mis met mij. Maar ik ben wel averechts. We zitten hier, omdat ik hier een studio heb, omdat ik hier met plastic bezig ben. En dat is wat uit de graffiti is gekomen. We zitten hier omdat ik iets doe wat ruim 20 jaar geleden, 21 jaar geleden, maakte ik een keer een robot graffiti piece. Omdat ik een paar kleine robotjes had opgepikt bij Meidia, bij een winkeltje op de Beethovenstraat is dat geloof ik, Bachstraat. Toen heb ik daar een beetje mee zitten klooien. Toen is het weer naar graffiti gegaan. Is het weer doorgegaan naar simpele letters. Graffiti, zoektocht, doorschakelen. En ik spuit een robotje op de muur en dan zegt iemand, hey, dat is tof man. Ja, dat is misschien even één keertje, weet je wel, of uitstapje. Dan denk ik, nou, ik kan er nog wel één doen. En dat deed ik 3-4 keer. En toen dacht ik, hey, weet je, dit is een soort collectie. Dit is een brotherhood. Dit zijn robots die bij elkaar horen. Die hebben een crew. Dat is de RWG. En dat staat voor Robots with Guns. Dan ben ik dat aan het maken. En dan komt er iemand naar me toe en die zegt van, waarom guns? Weet je wel, kunnen ze geen liefde brengen? En dan zeg ik, nee, ze kunnen geen liefde brengen. Ze beschermen dingen. Ze zijn hier om te zorgen dat dingen niet fout gaan. En in deze maatschappij doe je dat met guns. Fuck off. Niet met bloemen. Maar het is niet dat ik een gewelddadig persoon ben. Of dat ik geweld wil promoten. Nee, dit is wat je meekrijgt als kind, als volwassene. Tuurlijk zit er een boodschap achter. Het is niet alleen maar een poppetje en een soort madness dat ik hier zou die dingen zitten maken. Nee. Het is me gewoon niet gelukt om dit bij Walt Disney te krijgen. Dus maak ik dit zelf. Ik ben ergens aangekomen in de toekomst en ik kan niet terug.
Ik ben een jaar vooruit gegaan en het is gewoon heel moeilijk om die weg terug te vinden. Maar dat klinkt allemaal zo spaced out en dat begrijpt niemand. Maar dat is de realiteit. Als ik graffiti maak, dan ben ik een jaar vooruit.